Nou, ik mag je feliciteren. Ja, dankjewel. We zijn enorm blij met deze prijs. We hebben er hard aan gewerkt om deze binnen te halen. En dan is het toch wel erg leuk als dat ook gelukt is. Ja, de publieksprijs van de Oud-Leidenprijs. Ja, dat betekent dat je eigenlijk twee keer winnaar moet zijn. Want er waren 70 inzendingen. De eerste keer wordt een jury ingeschakeld om daaruit een aantal genomineerden te halen. En dat waren er zes. Dat waren er zes en daar zaten wij gelukkig bij. Hadden we ook wel enigszins verwacht. En dan daarna ben je een beetje afhankelijk van de mensen die op je gaan stemmen. Dat evenement waarmee jullie hebben gewonnen, die herbegrafenis. Ja, dat was een fantastisch iets. Dat begon hier in de Hooglandse Kerk, nu 4 jaar geleden, op Alle Zielen. Een mooiere dag voor een begraafplaats is er eigenlijk niet. 2 november. En we hadden prachtig weer. We hadden een geweldige stoet met prachtige rollen voor de burgemeester, de rector, Jochem Meijer. Al dat soort mensen deed mee. En het was mooi weer. De stad was ontzettend druk. En men heeft geteld op een aantal plaatsen hoeveel mensen daarnaar gekeken hebben. En in het Leids Dagblad heeft gestaan dat daar 15.000 mensen uiteindelijk naar die hele tocht gekeken hebben. Dus daar ga ik wel vanuit dat dat waar is. Ja, want dat was toen een mooie stoet van het centrum naar die begraafplaats van jullie. Ja, het was een rondje door het centrum, begon hier. En toen hebben we dus een route genomen door een deel van de Breestraat, de Lange Brug. En toen zo richting via het Levendaal richting de begraafplaats Groenesteeg. Het leuke was dat de mensen allemaal eigenlijk bleven staan en anderen erbij haalden. En als op een gegeven moment een aantal mensen ergens staat, dan zie je dat anderen erop afkomen. Die denken, daar gebeurt iets. Dus we hadden echt een hele volle Breestraat. Sommige mensen zeiden van, het is te vergelijken met de 3 oktober optocht. Zoveel belangstelling was er. Ruim 200 jaar oude begraafplaats is springlevend, hè? Absoluut, ja. En dat proberen wij ook. Wij proberen dus eigenlijk het verleden met het heden te verbinden. Door maandelijks hebben wij dan activiteiten. En dan proberen we iemand die daar begraven is ook te vertalen naar het heden en ook de geschiedenis die in Leiden terugkomt in een aantal panden. Bijvoorbeeld van allerlei fabrikanten die er geweest zijn, maar ook van burgemeesters die je herkent aan straten die er zijn. Ja, dat is het leuke. En probeer je dat weer naar voren te halen. Want Leiden heeft natuurlijk een hele rijke traditie. En die is vooral historisch heel erg interessant. En dit jaar, er komt er nog zo'n bijzondere dag, hè, van een bijzondere Leidse die daar begraven ligt. Wij hebben 2 bijzondere dagen nog dit jaar. Dat is op 19 november een bijeenkomst. Die staat een beetje in het teken van het Singelpark. Wij zijn het eerste onderdeel van het Singelpark wat helemaal klaar is. En dan gaat iemand vertellen over de bijzondere bomen die hier staan. En ook over iemand die daar begraven ligt. Heinrich Witte, dat was de grote man van de Hortus. En dan praat ik nu over ruim 100 jaar geleden. Die daar 40 jaar gewerkt heeft en alles geregeld heeft. En dan hebben we op 10 december hebben wij de familie van Gogh. Want bijna iedereen weet wel dat de moeder daar ligt, van Vincent van Gogh. Maar er liggen nog 4 andere familieleden ook. Dus we gaan de hele familie van Gogh en de Groenesteeg gaan we belichten. Nu wij onze geachte Diederik door Leiden hebben gedragen en het volk hem voor het laatst heeft kunnen afscheid van hem kunnen nemen, kunnen wij niet anders doen dan nederig het hoofd buigen en het allereerste woord geven nogmaals aan de dominee die met een gedicht Diederik zal gedenken. Treur nu, laat het hoofd hangen. Stedemaagd zo blij voorheen. Leg uw harp en lier terzijde. Heft uw klacht aan en geween. Dat uw tranen vrij daarbij vlieten als een teken van uw rouw. Wissel uw maagdkleding met die van een weduwvrouw. Ja, dat tooisel zal u voegen.
Ja, die tranen zijn gewild. Gij stort ze ter bewening van een man zo vroom, zo mild. Burgemeester Paul Durieux, mag ik u het woord geven? Hooggeachte burgers van Leiden, geachte aanwezigen. Dat u in zo grote getale hier aanwezig zijt, is wel een teken voor, of blijk van, het enorme respect dat de overledene onder zijn familie, vrienden en medeburgers heeft opgebouwd. Dat hij naast zijn ambten en werkzaamheden ook een groot weldoener was, zal wel bij velen van u reeds bekend zijn. Diederik van Leidengaal was regent van maar liefst 4 hofjes in Leiden en 1 in Vlaardingen. En dat vaak vele tientallen jaren lang. En dus kan ik hierbij wereldkundig maken dat deze overleden weldoener onze goede stad heeft gered van de financiële ondergang. Door de fraude van de overleden stadssecretaris was immers het vertrouwen in het stadsbestuur danig geschokt. Ge zult u herinneren dat er ineens een anonieme gift van 100.000 gulden gedaan werd. Iedereen dacht dat die afkomstig was van onze koning. Maar als toenmalig wethouder van financiën weet ik beter dan wie ook dat de werkelijke schenker was Diederik van Leidengaal. Na deze woorden rest ons slechts de laatste gang langs het graf. Johanna, de treurende weduwe, die zo'n zware slag heeft gekregen. Johanna, mag ik je vragen de laatste eer te bewijzen met een schepje zand. En daarna hopen wij in intieme kring naar de Hooglandse Kerk terug te keren. Ik dank u voor uw aanwezigheid.